Hey man, dit is Jammer Chan. Ik heb 6 september partij in Bellator, main card event tegen Derek Campos. En vandaag lopen jullie mee. We zijn nu bij de gym, Hoofddorp. Melvin Manhoef is de eigenaar. En we gaan gewoon even werken. Gym, baby! Dus, voor werk is het ideaal. Dus een, omdat ik nu aan mijn dieet begonnen ben, zit ik nu gewoon hoger op de groentes. Okay. Dit is een groentemix, beta-alanine voor de spierverzuring en je amino's. Ik neem nu EAA, omdat dan beperk je gewoon de calorieën, weet je. Ja. Van je proteïne shake. Dus in plaats van de proteïne shake, doe ik nu amino. Als jij een hele lichte jongen hebt, smokkel je gewoon een carrière weg, weet je. Een slade bakkie. Drie van deze kleine dingen. En wat shakies. En dat is de dieet, hè. Het is niet smakelijk. Ja. Geen probleem. Het is niet smakelijk, maar ja. Oké, is goed. Hoort erbij. Is goed, ja? Discipline. Kalito. Smaakt naar chemicaliën. Smaakt naar shit. Smaakt naar shit. Maar ja, is goed voor de herstel. Ja, toen ik Melvin ontmoette, ja, was gewoon. Ja, de enige. Ik ken Melvin van de PlayStation spel, weet je. Dat je kan spelen met hem als poppetje. En toen ontmoette ik hem in het echt en was gewoon, ja, weet je, het klikte gelijk. Hij is stand-up, houdt van knockouts, ik hou van knockouts, weet je. En zo brachten we elkaars visie bij elkaar, weet je. En de resultaten mag er zijn. Hey, de training waren soms echt zo gek, weet je. Ik dacht, weet je, het is niet normaal, weet je, gewoon om deze shit te doen. Maar ja, weet je, om kill a madman, you have to train with the madman. Nou, dankjewel. Maar ik ben wel lief, hoor. Ik ben een normale man, je weet toch? Ik kill je met de smaak, je weet toch? Nee, maar het ging goed. Dus we mogen niet klagen. Luister, we kennen niet in een glazen bol kijken, maar we weten wel dat hij gewoon zo goed getraind is op alle fronten. Snap je? Zijn borstels, zijn BJJ. In principe alles. Zijn stand-up, hij heeft met de beste jongens getraind. Ik weet ook weer wat gedaan met een paar hele goede boys. Snap je? Dus dat ga je laten zien, want vanavond moet je daar trainen. Weet je, dus ja, het is in ieder geval goed. Ik ben in ieder geval tevreden als trainer, snap je? Dus. 7 jaar geleden ben ik begonnen met MMA bij Stefan, bij de Fight Company. Ja, we gaan nu naar de Fight Company in Rotterdam. Dat is de nieuwe vestiging. We zijn heel erg gegroeid de afgelopen jaren en ik laat jullie zien waar we bezig zijn. De gym is nog niet open, maar jullie krijgen een nieuwe sneak peek. Misschien kan je weer uitleggen, Steven. Yes, welkom. Ja, helemaal van verbouwen. Boven is gelukkig klaar, want je moest doorgaan met trainen. Dus we hebben nu bovendieping echt een anderhalve week erin geknald. Maar beneden, dit wordt het... Bokzakgedeelte, kwam met judomatten. Op 2 rijen kwam mijn broekzakken. En achterin kwam allemaal kunstgras met kracht, conditie, boxjumps, tire pulls,
squat rack, pull-ups, dat soort dingetjes. En boven is echt het domein waar oorlog gevoerd wordt elke dag. Welkom MMA-zaal, deze is echt net anderhalve week in gebruik. Alles nieuw, het ruikt nog nieuw, het is nog allemaal lekker schoon, we proberen ook schoon te houden. En ja, ik denk dat het in Rotterdam en omstreken toch wel een van de beste zalen is. En we hebben hem eigenlijk een beetje gebouwd om Jamil voor te bereiden voor al zijn partijen. GMC 8 in Duitsland. Dit is, dit is de grootste event in Duitsland. En ik heb een beetje naam daar gemaakt. Dus. Gesigneerde poster van Bellator. Er zijn er 150 van deze in de wereld. Dus eigenlijk is het een collectors item. Ja, het is heel veel hard werk, weet je. De stand-up en hier zo is veel sparren en rootless. En ja, we gaan straks door voor de ground game. Voor BJJ Delft. Ik ben Floris Dekker, trainer van Braziliaanse Jiu-Jitsu Del. We hebben nu getraind ons in de gym. En wat wij doen, wij focussen veel posities met de position en voor submission. Ja, we zijn een Jiu-Jitsu team. Our focus is on strong basics. Do not make it too difficult. Try to keep it strong with basics. So yeah, you're not getting confused in an MMA game because there's only time and room for basics. So that's what we're training with Jamil. To give him a tight position, supporting him to get there. Oké jongens, dankjewel voor het dagje meelopen. 16 september, Spike TV. Check it out. Ik ben ready. Shout out naar iedereen die me geholpen heeft. Gaat allemaal goed komen jongens. Woes!